De buitenplaats Oud-Amelis-Weert stamt uit de tweede helft van de 18e eeuw. Gérard Godard Taats van Amerongen kwam uit een adellijke Utrechtse familie. En hij is het die in 1760 opdracht geeft om het huidige huis te bouwen. De baron was een man van de verlichting en hij geloofde dan ook dat je dichter bij God kwam als je je veel in de natuur begaf. Hij haalde de natuur zelfs naar binnen door de wanden van verschillende kamers te behangen met afbeeldingen van planten, dieren en landschappen. Dit is de centrale kamer van het landhuis Oud-Amelis-Weert, zeg maar de mooie kamer waar de adellijke familie zat en haar gasten en haar familie ontving. En deze salon is eigenlijk versierd met een uniek Chinees behang uit het einde van de 18e eeuw. Het was in die tijd al een kostbaar bezit. Het behang kwam waarschijnlijk met de VOC-schepen naar Nederland. Dus ja, je moest toch wel vermogend zijn om je zoiets te kunnen permitteren. Op dat moment werd het op vrij grote schaal ingevoerd in Europa. Maar aan het einde van de 18e eeuw is het ook bijna helemaal verdwenen uit Nederland. Nou, Amelis-Weert heeft het nog in volle glorie in het huis. En dat maakt het voor Nederland absoluut uniek. En in Europa is het ook bijna niet meer te zien. Er gaat een hele grote restauratie plaatsvinden. Zo groot dat het behang helemaal van de muur genomen wordt om het goed te kunnen repareren. En er zullen 2 tot 5 mensen gelijktijdig aan werken gedurende ongeveer een jaar, afhankelijk van het klimaat en de weersomstandigheden buiten. Het behang is wel erg beschadigd. Het is heel erg bros, dus het scheurt en breekt heel makkelijk. En er zitten al heel veel scheuren in, heel veel ontbrekende delen. En er zijn oude reparaties aangebracht. Ja, het is de vraag of je dat een schade moet noemen, maar omdat dan de discussie ontstaat of die er wel of niet af moeten. Ze storen voor het beeld. Dit is een van de plekken die natuurlijk heel interessant zijn als je zo'n behang gaat restaureren en herstellen. Want dit is een reparatie uit een latere periode, er was een schade. Dus ze hebben een stukje behang van boven gepakt en dat hier ertussen gezet. Nou is natuurlijk de vraag, hoe ga je bij een restauratie daarmee om? Beschouw je dat als onderdeel van het behang nu en laat je het dus zitten? Of kies je hier voor een andere oplossing? Dus dat is een van de vragen die in de loop van de restauratie beantwoord worden. Het is niet heel fraai, alhoewel het mensen in eerste instantie vaak geen eens opvalt. Dus je kan het laten zitten, je kan het eruit halen. Als je het eruit haalt, dan vullen we het in met een nieuw Chinees papier, wat we op toon brengen van het behang. Nadat we eerst alles uitvoerig gedocumenteerd hebben, is de eerste echt uitvoerende stap aan het behang is het droogreinigen, dus het verwijderen van loszittend stof en vuil. Zeker omdat dit behang in behoorlijk slechte staat is, moet je heel erg goed opletten dat je niet loszittende fragmentjes opzuigt per ongeluk. Je gaat niet meteen met je stofzuiger op het behang, maar je gebruikt een zachte kwast om het vuil eigenlijk op te dwarrelen, wat je vervolgens met je stofzuigerslang opvangt. Dat is misschien toch wel fijn. Ja, dan laat ik dat Hinke doen. Ja? De volgende stap is de afname van het behang van de wand. Omdat het een uitgebreide behandeling moet krijgen op tafel, is het nodig om het hele behang van de wand te halen. De behangstroken, de banen
zitten in dit geval met een kleine overlap over elkaar heen geplakt. En we wilden het aan de wand scheiden. En dat houdt in dat je niet gewoon je mes recht erin kan zetten. Maar je moet tussen die twee laag Chinees papier komen van de twee banen. Daar eigenlijk tussendoor steken. En dan daarachter je textiele bespanning doorsnijden. Je zit dan met hele grote stukken. En je wil uiteindelijk het behang met de tekening naar boven op de grond krijgen. Want je wil niet dat dat over de grond heen sleept, omdat er dan weer allemaal vuil aankomt en krassen. En dus ja, en hoe krijg je dat voor elkaar om dat grote stuk dan face-up op de grond te krijgen? En we denken nu over om dan met twee stijgers te gaan werken, waarbij we het behang afnemen en dan overgeven aan de andere partij op een andere stijger, zodat we het op de grond kunnen laten stakken, zodanig dat de tekening naar boven komt. Nee, ik zou het niet doen, Nico. Nee. Zometeen komt Martien of Hinken naar boven. Ja. Oké, jij kan naar boven. Dat zoiets echt ook van de muur gaat waar het 100 jaar op zit, dat je niet weet wat erachter vandaan komt, dat maakt het uitermate spannend. En ja, voor ons als museum dat we straks hier gaan worden, is het natuurlijk ook heel erg interessant om te zien wat levert dit onderzoek, wat levert deze restauratie op. Verder. Ja, helemaal goed. Kom maar, ik heb hem. Ja. Nou, we wisten al dat er iets onder zat, een groene beschilderde wandbespanning. En bij het afhalen kwam dat dus helemaal tevoorschijn, maar ook nog een geschilderd lijstwerk. Dat wist ik niet. Dat was een leuke ontdekking. Ja, ik vind dat heel bijzonder om te zien, omdat je dan meteen denkt, yes, natuurlijk, Taats van Amerongen was een grote liefhebber van schilderijen. En hier had hij ja, eigenlijk een kabinet gecreëerd om daar zijn prachtige verzameling ja, heel natuurlijk op te hangen. We hebben twee banen behang. Om ze te kunnen behandelen, moeten ze uit elkaar. Zo probeer je de naad tussen die twee banen zo netjes mogelijk los te maken. Met behulp van een spatel of zo'n tandarts gereedschap. Stukjes Melinex. Als die lijmlaag heel oud is, zoals bij deze behang, en verschimmeld, die schimmel breekt ook het lijm af en dat maakt het ook makkelijk om het los te maken. Nou, in de meeste gevallen is schimmel schadelijk voor papier, maar in dit geval dan is het voor ons gunstig. Papierrestauratie gebruikt heel veel Japanse technieken. En dat houdt in Japans papier, omdat dat heel dun en hele lange vezels heeft, waardoor het heel sterk is tegelijkertijd. Nou, de kast die wij heel veel gebruiken is in ieder geval deze. En dat is, die heeft vrij korte, stevige haren. En dan kan je, ja, we maken zelf stijfsel. En dat is dan een stevig blok en dat moet dan eerst door die zeef heen en dan moet het gemasseerd worden. Dat wil zeggen, je moet het wrijven over de bodem van de houten bak. En dat, daarvoor is deze kwast heel erg geschikt. Dit is wel een hele specifieke kwast, omdat die voor, daarmee kan je water aanbrengen op je papier of op je object, maar in hele kleine hoeveelheden tegelijk kan. Ze zijn eigenlijk allemaal wel van verschillende dieren, omdat elke haar weer zijn eigen eigenschap heeft. En deze kan bijvoorbeeld goed water vasthouden. Ook door de vorm van de kwast, maar ook door het soort haar wat erin zit. Zo'n behangstrook wordt na het verwijderen van de textiele bespanning en het grondpapier steeds fragieler eigenlijk. En zeker omdat er grote scheuren in zitten om dat bij elkaar te houden,
brengen we noodreparaties aan. En hebben we in dit geval met kleine strookjes schomtape gedaan. Zodat het bij elkaar blijft. En dan kunnen we het hanteren, want het moet van de ene tafel naar de andere tafel. Je zou een heel groot deel naar de originele staat terug kunnen restaureren door uitgebreid te retoucheren bijvoorbeeld. Maar het is de vraag of je dat wil. Het gaat vooral om dat het structureel weer een solide behang is. Dus dat de ophanging weer goed is. Dat de scheuren en gaten in het papierbehang zelf gerepareerd zijn. Dat het weer zeg maar een wat stevig behang is. Maar niet hele aanvullingen qua schildering, dat is niet in eerste instantie onze bedoeling. Tijdens de natbehandeling gebeuren er een aantal dingen. Het behang wordt helemaal nat gemaakt, waardoor het ontspant. En wat tijdens de natbehandeling ook meteen een beetje gebeurt, is dat er wat afbraakproducten die in het papier zitten, die het papier ook geel of bruinig maken, die worden er enigszins uitgespoeld. Dus dat helpt om de conditie van het papier weer wat beter te maken. Ik vind het altijd een heel fijn proces tijdens de restauratie van grootformaat papier van behang. Omdat er zit een zekere regelmaat en logistiek in die je continu herhaalt. En er ontstaat ook een zekere samenwerking in het team die bijna als vanzelfsprekend gaat op een gegeven moment. En dat is, ik vind dat altijd een mooi proces. En wat we dan gaan doen is alle scheuren die erin zitten repareren, verstevigen, gaten aanvullen met in dit geval een Chinees papier, omdat dat het dichtst bij het oorspronkelijke papier komt. Maar het is wel nieuw en van restauratiekwaliteit. In dit geval hebben we ervoor gekozen, omdat het papier toch wel in matige conditie was, om daar extra versteviging achterop te zetten. En dat is dan van het dunne Japanse papier. En dat maakt gewoon het hele behang steviger, zodat het beter hanteerbaar is voor het terughangen op de wand straks. Dan hou je hem over een mooie, stevige, goed hanteerbare strook die min of meer vlak is. Een gezond stukje papier heb je weer. Ja. Ik ben hier vandaag om onderzoek te doen naar de schilderingen die verborgen zijn onder deze groene verfplaat. En we kijken vandaag met infrarood naar de schilderijen. En door die techniek kunnen we zeg maar, die bovenste verflagen optisch weghalen. Waardoor je de eerste schildering die voor het blote oog verborgen is, weer zichtbaar kunt maken. Even kijken, doe maar eens terug, gaan we gewoon kijken. Ja, en wat we ook nog kunnen doen als er straks echt hele interessante dingen zijn, dan kunnen we detailopnames maken. Oh, ja. Je komt toch elke keer weer meer tegen dan je denkt. We dachten van, nou, er is onder deze groene kleur zit nog één andere schildering. Maar nu lijkt er toch sprake van te zijn dat het twee verschillende schilderingen zijn die daaronder zijn. Dus we hebben hier, waar we naar kijken, kijk je al naar drie verschillende lagen over elkaar heen.
Ik denk dat die medaillons echt van de allereerste uitmonsting zijn. En dat die medaillons heel dicht bij die beschilderde laurierkransen horen. Het ziet er heel erg hetzelfde uit. Dus ik denk dat dat bij elkaar hoort. Het is gewoon heel mooi. Zo'n interieur wordt gewoon steeds aangepast. Het is gewoon heel erg aan mode onderhevig. En dat zie je hier ook. En het bijzondere is gewoon wel dat het bewaard is gebleven. Het is niet weggehaald. Dus dat is heel uniek. Hiervoor gekozen om weer op een bespanning te werken, want zo was het ook. Het zat op een bespanning, textiele bespanning. Alleen gebruik je dan nu meer restauratiekwaliteit materialen, omdat die ineerder zijn. Dus ze hebben een polyesterdoek gebruikt. Dat hebben we met roestvrij stalen niet op de houten rachels gespannen. En dan probeer je een goede spanning op te krijgen. Dat is altijd wel een zwaar werkje. En daarna beplakken we dat polyesterdoek met verschillende lagen Japans papier. Het zijn drie lagen Japans papier die we erop aanbrengen. En een van die lagen vormt een soort luchtkussentjeslaag, waardoor je ervoor zorgt dat het behang met klimaatschommelingen mee wat makkelijker mee kan bewegen. En de spanning wat meer verdeeld is over het hele behang. En het voordeel van zo'n luchtkussentjeslaag is dat je het, als het ook nodig is, het behang van de muur kan nemen zonder de hele textiele bespanning erachter weer helemaal kapot te hoeven maken. Terughangen van het behang. Dus we hebben banenbehang waar een tekening op zit die doorloopt over de naden van de behangbanen heen. En dat moet wel weer aan elkaar aan gaan sluiten, want anders dan is het plaatje niet meer zo mooi. En het moet weer passen. Vroeger hadden ze de kennis om de banen vanaf de raampartij op te gaan hangen. Dus je begint bij het raam, zodat je zo min mogelijk schaduwwerking krijgt op je naad. En schaduwwerking zorgt ervoor dat je een donker randje krijgt. Hier zijn ze aan de halszijde begonnen en hebben naar het raam toegewerkt, waardoor de banen eigenlijk verkeerd omhangen. Er moet een reden zijn geweest, maar we begrijpen de reden daarvoor niet. Thank you.
Wij doen het dan altijd met behulp van een rol die we eronder schuiven, zodat het behang bij wijze van spreken gehalveerd wordt in de lengte. En dan kan je het met behulp van die rol, kunnen twee mensen beneden, kunnen het aangeven aan twee mensen op de steiger. Maar wat je dan nog moet doen is dat behang afrollen van die rol. Maar je krijgt een punt dat het behang wel eens van de rol af zou kunnen glijden. En dat wil je dus echt niet, dat het op de grond stort. En al je werk van de afgelopen weken misschien al voor niks is geweest. Ik heb een millimeter van. Ik kom tegen de wand aan. Jullie moeten hem uit de wand houden. Ja, oké. Je moet eigenlijk heel duidelijk de twee mensen die beneden staan met de twee mensen die boven staan communiceren van, zitten we op de goede hoogte? Gaan we niet te ver over de baan hiernaast? Loopt de tekening door? Maar je moet daarvoor steeds met lijm ingesmeerde behang weer naar de wand toe. En dan heb je het risico dat de halve baan eraan vastplakt, waardoor je niet meer kan schuiven. Moet je de baan weer lostrekken met het risico dat je het papier op de wandbespanning erachter kapot trekt. Ja, dat maakt het lastig. Ja. Ik hoop dat die... Ja. Wij moeten... Ik moet omhoog of omlaag? Dat moet zakken. Of van D, Dirk. Ja. Oké. Okay. Dus je gaat niet omhoog. Ja. Nou, dan maar. Wie wil het nu? Oké. Okay. Omdat dit zo detonerend is, een westers behang, groot invulstuk, vond men meer detonerend dan de overplakking die met Chinese behang zijn gedaan. Dat uiteindelijk toch besloten is om dan dat westerse stuk er wel uit te halen en de andere te laten zitten. Ook al maakt het natuurlijk onderdeel uit van de geschiedenis van het behang. En te vervangen door een op toon gebracht Chinees papier zoals ze ook gebruikt hebben voor de gaten die in het behang zaten. Het is ongelooflijk mooi geworden, dus je ziet echt de ontzettende grote, rijke schoonheid van het behang. Ja, dat geeft een enorme meerwaarde aan de beleving van het huis. En daarnaast ben ik heel gelukkig met de schat aan informatie die de restauratie heeft opgeleverd over de achterliggende lagen, over de tijd, alles wat hiervoor is geweest. Dus ook dat is een hele grote rijkdom die de restauratie aan het museum heeft toegevoegd. Ik ben heel erg tevreden. Natuurlijk zitten wel wat onvolkomenheden in verband met het terugplakken van de banen, hier en daar. Maar het is gewoon zoveel beter. Alle loslatende flappen zijn weer teruggeplakt, zeg maar. Alles zit weer aan elkaar, scheuren zijn aan elkaar gelegd. Daardoor ontstaat er een veel rustiger beeld als je het gewoon de kamer in het rond beschouwt. Het is gewoon weer vlak en strak. We zijn heel erg tevreden.